Beste vrienden, we zijn hier in Oldham, niet toevallig. Het is een deelgemeente van Veurne. Het is een deelgemeente waar wij altijd in het verleden en tot op heden altijd goed onthaald geweest zijn. Waar de mensen ons belangrijk steunen in Oldham. Waar wij ook altijd in de gemeente heel wat aandacht hebben aan besteed. Ook al zitten we in de oppositie. Wij zijn altijd vrij om zelf dossiers aan te brengen op deze raad. En het doet mij dan ook veel plezier om toch voor de inwoners van Oldham die vandaag aanwezig zijn, een drietal nieuwigheden te kunnen aankondigen die belangrijk zijn voor de toekomst van deze deelgemeente. Eén, de deputatie van West-Vlaanderen die bevoegd is om de voorbereidingen te doen van een nieuw structuurplan, zal hopelijk volgende week een beslissing nemen om de dorpenselectie te wijzigen, zodanig dat Oldham in de toekomst als een woonkern geselecteerd wordt. En dat betekent dat we in de toekomst hier nieuwe woningen kunnen bouwen in Oldham. Iets wat we vandaag niet konden, omwille van het provinciaal structuurplan, zouden wij in de toekomst wel kunnen, waardoor dat we effectief nieuwe inwoners zouden kunnen aantrekken naar dit dorp. Ik denk dat dat een belangrijke verwezenlijking is die de komende maanden op de agenda van de provincieraad zal komen en om te zorgen dat we nieuwe zuurstof geven aan deze deelgemeente. Twee, u hebt het waarschijnlijk gezien als je van Beaufort Oldham binnenrijdt, staat daar nog een oud verweest pand die 30 jaar leeg staat. Aan het fort noemt men dat. Dit pand zal heel binnenkort aangekocht worden door de sociale bouwmaatschappij en daar zullen sociale koopwoningen komen. Dus ook die kanker in dit dorp zullen we de komende maanden pogen weg te werken. Voor of na de gemeenteraadsverkiezing, maar uiteindelijk de stappen zijn gezet om nieuwe koopwoningen te voorzien op bestaande gronden. En ten derde zijn de eerste plannen getekend om de komende jaren een nieuw rioleringsplan of nieuw rioleringsstelsel in Oldham aan te leggen. Wat betekent dat we ook alle straten, het staat meubilair, het openbaar domein hier in Oldham, zullen moeten wijzigen. Dus kortom, voor Oldham hebben we heel wat in petto en we gaan dat proberen ook de mensen duidelijk te maken de komende maanden naar de campagne toe. Omdat we het belang bij hebben dat we zorgen dat deze deelgemeente van Veurne een nieuwe toekomst krijgt, een betere toekomst krijgt dan dat ze vandaag tot op heden gekregen heeft.